Maar weten jullie wel wat er staat? Jullie kunnen Engels. Ik heb het in de winkel na moeten vragen wat er stond. Maar met hele grote koeienletters. Mijn naam. En ook nog goed geschreven met IE. Oké. Goedemiddag lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag 19 januari. Dus we zitten al bijna op de helft van de eerste maand van het nieuwe jaar 2022. En we leven alweer om 14:30. Ja, ik ben laat. Ik was niet vooruit te branden. Ik had weer even een terugslag vandaag. Maar het begint nou weer een beetje te komen. Want ja, ik had de afgelopen dagen wel veel gedaan, hè. Al zeg ik het zelf. Ja, voor mij doen we nadat ik zo ziek ben geweest. Maar nou moet ik nog naar buiten, maar het miezert hier. Die hele fijne, vieze regen, je wilt niet weten. Daar word je niet vrolijk van, maar ik moet er wel door. Dus, ik heb weer regenkleding aan. Ja, waar niet doen. Maar oké, ik moet dus nog met meisjes uit, maar ik wens jullie wel als eerste weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En als ik weer terugkom, dan doe ik een bakje thee. En dan ga ik toch weer even proberen wat verder op te ruimen. Want die engel kan ingepakt worden, de kerstman kan ingepakt worden. Er staan twee doosjes met iets erin dat kan ingepakt worden. De kerstboom van de televisie, die zal daar kan ingepakt worden. En ja, zo zijn er meerdere dingen. Dat ga ik eerst doen voordat ik weer een trap beklim om verder spullen weg te halen. Dat lijkt me wel een strak plan om dat even zo te doen. Dan is die chaos om je heen weg. En dan weer verder met op de trap klimmen, et cetera. Daar hangt de krans nog die ik voor mijn mannetje heb gemaakt. Nou, die kan in een vuilniszak en voorzichtig ook naar boven gebracht worden. Dus ja, dat is ook allemaal, dat mag Steven ook niet doen. Nee, dat is me ook dierbaar, weet je. Dat spul heb ik allemaal van hem gekregen en ik heb het in elkaar gedaan. En hij vond het zo bijzonder mooi. En hij had ook de plek ervoor uitgezocht waar het moest hangen. Nou, dan hang ik het ieder jaar weer terug. Ja, enkel ja, dat moet zijn. Want dat heeft hij ook ooit van mij gekregen. Ik zal het even pakken. Oh ja, die kerstman, die kan ook ingepakt worden. Dat moet zo, dat moet zo. Nou. Nou weten jullie wel wat er staat, jullie kennen Engels. Ik heb het in de winkel na moeten vragen wat er stond. En dus perfect, ja, dat ze zeggen hier ook. En beautiful, ja, mooi. Maar life, leven, heaven. Ja, heaven, volgens mijn hemel, dacht ik, maar ik weet het niet, ik heb geen Engels. Ik heb het toen destijds gevraagd aan de winkel, aan het personeel die wel Engels kon. Die heeft het mij vertaald in Nederlands. En toen zei ik, ja, dan klopt die tekst, want het slaat heel erg op mijn mannetje en op mij. Dus toen heb ik hem dit gegeven en dat vond hij zo mooi. Dus normaal hangt dat daar en nou hangt die krans er. Dus. Nou, mag je even bij, meisje? Ik ga het even terugzetten. Oepsie, oepsie. Ik krijg het gewoon weer even terug. Dus ja, dat dus. Dat is mijn plan, maar oh, wat erg. Echt van die vieze, mietse regen. Bah. Nou, dat wordt dus regenkleding aan. Ja, regenkleding aan. En mijn korte winterjack. Ja, mijn pilotenjack, ja, die mijn mannetje ook had. Ja, jij kent hem niet, helaas. Ja, Elwin kent hem ook niet, maar dat is mijn liefste man die ik ooit van mijn leven heb gehad. Ja, en die is er niet meer, nee. Andere maand wordt het al 5 jaar geleden dat hij is overleden. Op 25 februari, 's morgens om 6:00. Dus dan weten jullie het wel weer. Ja, ik zeg lieve vrienden, geniet van je dag. Vul hem in zoals je zelf wilt. Want ik weet niet of het bij jullie regent of mooi weer is. Ja, dat weet ik allemaal niet. Leg eraan waar je woont, hè. Ja.
Maar het kan ook over het hele land zo wezen, dat weet je ook niet. Ik zou zeggen, geniet ze. Ja, lieve vrienden, dan ben ik er even. Ik heb vandaag al iets geks meegemaakt. Jullie weten dat ik later bed was. Ik ben al met de meiden uit geweest ook hoor. Maar dat ik beneden kwam, lag er een envelop in de brievenbus. Nou ja, op zich is dat niet zo 1, 2, 3 vreemd, maar ik krijg bijna nooit geen post, nee. Het is meestal via de computer, weet je wel. Maar met hele grote koeienletters. Mijn naam. En ook nog goed geschreven, met IE. Oké. Met een briefje erin. Nou, dat ga ik eens even voorlezen, want dat mogen jullie best weten, want daar maak ik geen geheimen van. Maar ik snap er helemaal niks van. Hallo, lekker ding. Ik? Een lekker ding? Nou ja, het zal, als jij dat vindt, moet jij dat weten, maar ik weet het niet. Ga ik over mezelf nooit niet zeggen. Ik heb je een aantal keren gezien. Leuk, gezellig. Wat een lekker wijf. Ho, ben geen wijf, ben een vrouw. Mijn vader, die zei altijd, dat ik nog klein, tenminste klein, wat heet klein, maar dat ik nog thuis woonde. Lieve schat, meisje, als je straks volwassen bent en groot bent en alles, hij zegt, dan zeg ik je één ding. Laat nooit geen wijf tegen je zeggen, want wijven lopen achter de koeien aan en jij bent geen wijf, je loopt niet achter de koeien aan. Je bent dan een vrouw. Punt. Hij was zelf nogal grof gebekt. Maar owee, als er iemand tegen mij meid zei, want ook meiden, ja meiden, de keukenmeid, weet je, nou dat ben ik ook niet. Nee, ik ben een vrouw. Ik hou ook niet van schelden hoor. Nee, je moet niet daar gaan lopen te schelden of van dat soort woorden gebruiken. Nee, ik hou er totaal niet van. Dus er wordt ook wel muts gezegd of doos. Wat? Een muts zet je op je hoofd als het koud is. Een doos kun je spullen in doen om op te ruimen. Maar dat kan bij mij niet. Bij geen enkele vrouw. Dus dames, lieve vrouwen, meisjes, lieve meisjes, als jullie dit ook zien, jullie zijn geen muts, jullie zijn geen doos, jullie zijn geen wijven. Nee, meisjes, vrouwen, dames. Ja, hou het dus netjes. Simpel. Maar in ieder geval, wat een lekker wijf. Nou, dat ben ik niet, ik ben geen wijf. Wat staat daar nou? Wat staat er nou? Ben jij? Oh ja, wat een lekker wijf ben jij. Kom een keer een bakje koffie doen bij mij. Groetjes, Jan. Welke Jan? Er zijn zoveel Jannen. Maar hij laat geen achternaam erbij. Wel zijn adres. Nou, die zeg ik jullie ook niet. Gaat jullie weer niks aan. Maar ik ken hem niet. Dat adres moest ik zelfs opzoeken via Google Maps. En dan zat ik ook te denken, ik kom daar nooit. Dus hoezo moet jij mij gezien hebben? Ja, ik vlieg wel eens door die wijk heen. Want Wilma woont daar ook. Maar dan loop ik niet. Dan is het op mijn scootmobiel. Vlieg ik er doorheen om bij wijze van spreken naar Niel de Helder. Naar weer een andere wijk te gaan. Maar ik ken maar een paar Jannen. Nou, en die zijn allebei getrouwd. Dus ja, dit schiet niet op, maar we gaan op onderzoek. Ja hoor, ik heb vandaag niet. Nee, geen zin in. Misschien morgen. Ik ben daar te moe voor. Ik heb ook nog niks gedaan. Ik zou nog wel wat doen, maar ik heb even geen zin erin. Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik geniet verder van jullie dag. Ik ben met mijn spelletje lekker even bezig. Lekker even rustig aan, lekker even niks. Niks moet, alles mag. Ja, toch? Nou, de meisjes die liggen op de bank. Lekker te slapen. Hoe lief. En Kandalf die slaapt boven, geloof ik. Ja, maar die is niet op mijn rollator.
Nou ja, en ik heb Mary al aan de telefoon gehad. Ik moet zo meteen Marianne eventjes nog bellen. Dat komt allemaal goed. Nou, ik zou zeggen, genieten en tot later.